Ik doe alles heel graag, alles even graag, denk ik ook. Het is helemaal anders als je in de zaal staat of als je in de keuken staat. Maar ja, welke nieuwe methodes heb ik hier ook allemaal geleerd? Heel veel snijtechnieken. Het fileren van vis bijvoorbeeld, het correct aansnijden van vlees of je groenten op de juiste manier verwerken in producten. En dan in de zaal ja, doen we ook zaalversnijdingen en verkopen wij soms wat meer show bij de klanten. Gelijk een keer een pannenkoek flamberen of zo, cocktailtjes maken. En dat vind ik wel heel tof, dat show verkopen en zo. Al die andere dingen dat erbij komen, dat is wel leuk om te zien. Hallo, mijn naam is Alanis Glorieus. Ik ben 23 jaar en ik volg hier aan het CVO de eenjarige opleiding kok en kelner. Voor mij is dat heel specifiek, want ik heb een bachelordiploma in voedings- en dieetkunde. Het is eigenlijk tijdens mijn opleiding daar dat ik erachter ben gekomen dat ik echt wel meer iets met de voeding wil doen en met de producten echt. Dus vandaar had ik het wel een goed idee gevonden om die twee te combineren. Het zijn zo allemaal kleine dingen bijvoorbeeld. Hè. Als je met zuren werkt, met citroensappen, dan gaat je moeten oppassen met je zouten. Dat het een het ander naar boven brengt. En dat zijn dingen dat ik ervoor niet wist bijvoorbeeld. Maar nu hier door de opleiding en door dat dan in de keuken te ervaren en door de tips van de chefs, leer ik dat hier natuurlijk wel nog veel meer. Ik misschien zo één specialiteitsgerecht heb of zo, maar ik denk dat mijn specialiteit het afkruiden is. Ik denk dat ik heel goed smaken kan combineren en heel goed smaken kan fine-tunen en daarom dus wel goed kan afkruiden. Ik wacht eigenlijk eerst nog een beetje op de stage om te kijken hoe dat gaat meevallen. Of dat iets is voor mij om echt in een keuken mee te draaien. In een zaal weet ik ondertussen al. Dat zou ik nog wel tof vinden om ergens echt wel in een toffe zaak te gaan werken of in een chic hotel. Dat zou ik wel heel leuk vinden om als maître d'hôtel of zo ergens te werken. Buiten dat zou ik eventueel graag de ervaring die ik hier opdoe en de vaardigheden die ik hier leer op school als kok willen combineren met mijn kennis als diëtist om op die manier misschien cursussen te geven of om bepaalde kookworkshops te kunnen organiseren. Zo van die dingen of eventueel zelf in het onderwijs nog komen.